Weet je wanneer ik jou het schattigst vond? Nee. Toen je niet kon praten. Best wel erg eigenlijk, hè? En je hebt nu alweer een nieuw vriendje, dat kan toch niet? Dus dat betekent dat we alle twee even gek zijn. Angelique, weet jij waarom wij niet dezelfde huidskleur hebben? Bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hallo jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wow, vandaag gaan we een Q&A doen met Angelique. Voor de mensen die Angelique niet kennen, dit is mijn kleine zusje. En jullie hebben eigenlijk zien groeien door de vlogs heen. Dus ik ga even een paar korte video's van oude vlogs hier inzetten. Ja. Ja, Angie. Hallo, wat is dit? Hey. Hallo, Nijntje, Schaap en Angelique. Wat zijn jullie aan het doen? Winkelen voor een poffertje. Wauw, Angelique. Wat was je schattig, hè? Weet je wanneer ik jou het schattigst vond? Nee. Toen je niet kon praten. Toen. Ja. Nou, jullie hebben heel veel vragen ingestuurd. Dus gaan we beginnen met de eerste vraag? Ja. Oké, nou even kijken. Leuk. Deze foto, leuk hè? Ja. Hier zagen we alle twee beter uit. Jij bent net wakker met je vieze slaaphoofd. En mijn haar is nog niet. Nou, we gaan naar de... Oh, eeuw. Wat vindt je zusje van Davio? Nou, wat vind jij van Davio? Leuk. Hij is wel aardig, hè? Ja. Weet je nog de eerste keer toen je Davio zag? Ik weet het wel, hoor. Toen was je 4. Mm. En jij komt altijd zo met mijn kamer binnen. Weet je toch? Toen ik hier nog woonde. Mm. Ging je altijd de deur open doen zonder te kloppen. En toen lag er opeens een of andere rare jongen daar. En toen was het... Vonda. En toen zei de vier, wat? Wie ben jij? Maar je vond hem wel gelijk al aardig, toch? Ja. Nou, dat is mooi. Dan krijg je een pak sla. Wat de volgende vraag? Wat de volgende vraag is... Als jullie wil limonade? Nee, dank je. Wow, jouw haar is lang geworden, zeg. Rapunzel! De volgende vraag. Hoeveel verschillen jullie? Nou, hoe oud ben jij, Angelique? 6. En ik ben 23. 23 min 6, weet jij dat? 23 min 6. 17 jaar! Wauw, Angelique. We schelen 17 jaar van elkaar, hè? We zijn 17 jaar ouder. Wow. Wat wilt Angelique later worden? Kinderarts. Ja, ik zei net tegen haar dat zij eigenlijk misschien later interviewen moet worden. Omdat jij me alleen maar vragen loopt te stellen. En toen zei ik tegen haar, Angelique, waarom vraag je zoveel? En toen zei ze, nou, ik wil alles weten. Dus, ik denk dat jij wel een goede interviewer zou zijn. Weet je wat je dan moet doen? Nee. Dan moet je met de microfoon naar mensen gaan. En dan moet je zeggen van, hé, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Dat zou wel een goede baan voor jou zijn, toch? Ja. Dus jongens, misschien wordt Angelique... Ga eens niet hoesten, maar gezicht. Misschien wordt Angelique later een interviewer. Angelique. Oké. Dit is een vraag. Maar je moet wel eerlijk beantwoorden. Ja. Vindt Angelique iemand in de klas leuk? Nee. En? Welke jongen vind je leuk? Je had toch een vriendje? Ben je zijn naam niet vergeten? Sien. Ja, en Angelique had ook een ex, maar die vond ze niet meer zo leuk. Dus toen zei ze tegen hem dat ze het had uitgemaakt. Mm-hmm. Best wel erg eigenlijk, hè? En je hebt nu alweer een nieuw vriendje, dat kan toch niet? Angelique, wie wil je liever als zus? Vonneke of Davio? Vonneke.
Ja, iemand stelt deze vraag over. Oké, deze vraag is ook voor jou, Angelique. Wat is het leukste wat wij ooit samen hebben gedaan? We hebben echt heel veel leuke dingen samen gedaan, maar noem eens een paar. Film kijken, naar de kermis. Ja, de Efteling was ook leuk. En gewoon movie night, hè? En koekjes maken. Ja. Wij doen altijd leuke dingen. Wat vindt Angelique ervan dat je uit huis bent? Want eerst woonden we samen, hè? En nu woon ik samen met Davio. Wat vind je daarvan? Ik weet nog, toen ik net uit huis was, toen ging Angelique altijd huilen toen ik wegging. Dat was echt zo zielig altijd. Maar nu ben je wel gewend, toch? Dat ik niet meer hier woon. Ik vind het soms wel jammer, hoor. Want ik was elke dag met Angelique. En toen zag ik er ook gewoon echt elke dag. En nu elke keer, ik kom nu iets van 3 of 4 keer per maand thuis. En elke keer als ik hier kom, denk ik van, Angelique, je wordt echt zo groot. En gewoon ook zo slim. Dat bijvoorbeeld tegen me zeggen van, gewoon echt slimme dingen. Dat ik denk van, eerst kon je niet eens praten. Hoe weet jij dit allemaal? Dus ja, soms vind ik het wel jammer dat ik niet meer thuis woon. Weet je wat ik soms wel mis? Dat je in mijn kamer komt. En dan de hele tijd gaat lopen chillen. Nee, grapje, dat mis ik niet. Zij was echt mijn menselijke wekker. Om 7 uur 's ochtends stond ze al voor mijn deur. Vonne. En dan met vieze koekmond en zo. Ik wist nog ook dat je, toen je echt klein was, ging je altijd pizza op mijn kamer eten. Toen zat heel mijn kamer vol. Ja. En, ga je ook vertellen wat je met mijn kamer hebt gedaan? Oh, mijn speelgoed ligt in jouw kamer. Ja jongens, ik heb niet eens meer een normale kamer hier. Angelique, de troep ligt overal. Ze heeft er echt, het is gewoon jouw tweede kamer geworden. Ja. Is er nog iets wat je heel graag samen met mij wil doen? Roblox spelen. We gaan Roblox spelen, jongens. Dat gaan we vandaag trouwens doen. Willen jullie trouwens een video dat we Roblox gaan spelen? Zet het in de comment. Zeg, zet het in de comment. Zet het in de comment. Duim jij nog, mevrouw? Ik weet nog dat wij een weddenschap hadden. En je hebt je niet aan je woord gehouden. Je zei, Fona, als ik 5 ben, ga ik stoppen met duimen. En je bent bijna 7, hè? En je duimt nog steeds als een grote baby. Kijk, mensen, Angelique is bijna 7 jaar. Ze heeft super mooi lang haar, een grote mond. En we zijn alle twee linkshandig en we zijn alle twee watermannen. Dus dat betekent dat we alle twee even gek zijn. Wat vindt Angelique ervan dat ik bekend ben? Weet je dat ik bekend ben? Ja? Vorige keer zei Angelique tegen me, hey, Vonneke Bonneke. Toen dacht ik echt, wauw, yo. En vroeger begreep Angelique dat ik bekend was. Dus toen liepen we samen in de stad. En toen kwamen mensen naar me toe foto's maken. Toen was het iets van 4 of 5. Toen zei ze, vindt iedereen Vonneke lief? Toen dacht ik, oh, hoe schattig ben jij? Als je later groot bent, wil je dan ook YouTube video's maken? Mm-hmm. En wat voor soort video's zou je dan maken? Roblox spelletjes. Slijm maken. En slijm maken, slijmvideo's. Ja. Nou, wie weet in de toekomst, jongens. Welk schoolreisje vond je het allerleukst? Naar de speeltuin gaan. Wat een saaie schoolreis, hè? Weet je waar ik naartoe ging op schoolreisje? Nee. Naar de Efteling. Weet je hoe cool dat was? En jij loopt gewoon te spelen in een zandbak voor schoolreisje. Saai, hoor. Saai! Saai! In welke groep zit Angelique? Groep 3. Wauw, groep 3 al. En wat leer je allemaal op school? Schrijven en schrijfletters. Mhm. En ook rekenen? Ja. Oké, wat is 4 keer 4? 8. Nee, dat is 4 plus 4. Wat is 4 keer 4? Oké, 2 keer 2. Je hebt 2 keer 2 appels. Hoeveel heb je er dan in totaal? 4. En je hebt 4 keer 4 appels. 8. Nee, 16. Ah. Wat vind jij ervan dat je op een boerderij woont? Nee. Wat vind je het allerleukste op de boerderij? Oeps.
Wat vind je het allerleukste omdat je op een boerderij woont? Naar de schapen. En ik vind het ook heel leuk om achter kippen aan te rennen. Ja, weet je nog wat die kipjes doen als Peanut en Bruinicht ze aanrennen? Nee. Oké. Wie van ons twee is het grappigst? Je moet wijzen met je vinger, oké? 3, 2, 1. Ja, ik ben het grappigst. Maar Angelique is ook wel heel grappig, hoor. Ja. Ja. Maar ik vind toch wel dat ik de grappigste ben. Nee, ik ben de grappigste. Nee, jij hoort niet bij deze Q&A. Oké, dan de laatste vraag en dan zijn we alweer klaar. En nog mijn schoenen. Oh ja, Angelique heeft ook nieuwe schoenen en die wou ze heel graag aan jullie laten zien. Maar de laatste vraag is, Angelique, weet jij waarom wij niet dezelfde huidskleur hebben? Weet je dat? Nee. Hebben wij dezelfde vader? Nee. Dus? Omdat? Omdat we twee andere vader hebben. Ja, en dan zeggen we sister from another mister. Maar we hebben wel dezelfde mother. Maar niet dezelfde vader. Maar dan is het sister from another father. Nee, sister from another mister. Nee, want het is dezelfde vrouw. Mister is man. Oh. Nou jongens, dat was alweer de video van vandaag. En Angelique, jij gaat even je schoenen laten zien. Deze is mijn favoriet. Oké, nou even een snelle unboxing video. Oh, wauwie. We hebben bijna dezelfde maat, hè? Wist je dat? Je hebt nu maat 34. Ja. Als jij nog eventjes groeit met je voeten, dan kan ik jouw schoenen aandoen. Oh. Nou, deze zijn heel mooi. Echt perfect voor een discofeestje. Yeah. Dan in plaats van dat mensen naar de discobal kijken, dan kijken ze naar je schoenen. Ja. Nou, deze is van Adidas. Oh. Wauw. Mama is wel echt op jou aan het spenden, zeg. Mm-hmm. Weet je wat ik vroeger kreeg? Nee. Kapotte kleren van de kringloop. Oh. En jij krijgt gewoon 4 schoenen, jongen. Oké. Wauw. Wauw, jongens. En waar zou je deze schoenen naartoe dragen? Naar school. Naar school? Ja, dit is wel echt een schoen voor school. Tja. Eeuw, deze schoenen stinken, man. Voel dit walletje, dat is wel. Eeuw, ruik deze schoenen. Ruik naar vieze ballenbakvoeten. Bedankt voor het kijken voor deze video. Ja, en vond je deze video dan leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Op mijn kanaal. Gaan, doei. We nog even een dansje doen als afsluiter? Ja? Ja, oké.